Hallo mensen, welkom bij de Q&A van Musino. En Robin is nu op zoek naar een filter. Nou, waarom doet hij dat dan niet? Nee. Je kunt je vragen stellen hier in de comments. En ondertussen zoekt Robin zo. Ondertussen zoekt Robin de vragen ook. Oké, trek maar. Oké, nou, we moeten af hier. Ja, nee, wacht. Ja. Je ziet dat daar. Hoi Marika. Hoi Marika. Ga jij even kijken op Instagram waar we een paar vragen gesteld hebben. Blijf van die filters af met je vingers. Zeg maar wat. Hey Robert! Ja, want waar was vraag gekomen? Voor jou vooral. Ja, Marika. Ik had het gestopt. Oh, Marika die stuurt wat. Wacht. Oh, hoe zien we daar dan? Ja, dat weet ik. Dat Hoi. Ja, maar hoe doe je dit? Oh, hier. Oh, oké. Ja. Marika vraagt... Marika, we komen op je vraag terug. Maret, die brengt even een kopje thee. Wat voor een kopje thee? Dit is mijn hand. Dit is het kopje. Zoveel houdt ze van me. Ziet er wel heel erg decadent uit. Lekker Azerbeidzjaanse thee. Ja. Zit een slok op. We worden hier goed maar verwend. Bedankt hoor. Ja, lief. Heb je er een scheutje cognac doorheen gedaan? Of was het op, jongen? Marike die vraagt, ik ben ook spelbeheer. Heb je nog een goede tip voor me, Laura? Nou Marike, ik ben wel benieuwd welk niveau je nu volleybalt. Want daar kunnen we daar beter op inspelen. Maar goede tip is natuurlijk altijd goed onder de bal komen. Dat is de tip van de dag. Ja, ik wil heel graag die vraag opzoeken, maar ik weet niet waar ik dat moet vinden. Op Facebook. Ja, je zegt Instagram. Sorry. Hoi Merel. Ga je eens even focussen hier. Kijk hier, Lucia Roosie stuurt ook van. Ik heb een vraag gesteld op Instagram. Ja, maar waar op Instagram? Oh mijn god, ik zie ons nu. Is het een volleybal op Zoom? Hoi. waar op Instagram? Op volleybaldames misschien? Ja. Wacht, we hebben hier... Ja, daar komen de vragen. Hier zijn geen reacties op. Oh, hier, Nienke heeft een hele leuke vraag voor jou. Hoe vind je het om bekend te zijn, Robin? Ik kan het niet met jou doen. Nee, hoe vinden wij het om bekend te zijn? Nou, ik denk niet dat wij zo bekend zijn. In Nederland. Oh, bedankt. Bedankt, Lucia. In Nederland, wij kunnen gewoon normaal op de straat. Ja, dat... Ja, dat valt heel erg mee. Maar ik vind het wel heel erg leuk als mensen ons wel herkennen. En dat ze dan gelijk weten dat het volleybal is. En dat ze daar ook heel erg geïnteresseerd in zijn. Dat is super leuk voor ons. Want dat betekent dat volleybal groter wordt in Nederland. Ja. Het is soms jammer omdat mensen denken, omdat wij best lang zijn. Dan denk ik, oh die zitten vast op basketbal of zo. Ja. Ik vind, ja, volleybal, basketbal, dat wordt altijd door elkaar gehouden. Ja. Oké, okay, nou, ik ben eindelijk... Ik heb het gevonden, sorry. Anna vraagt ooit gedacht om met volleybal te stoppen. Nou, Lau? Nee, dat heb ik eigenlijk nog nooit in gedacht, jawel. Nee, ik heb wel op het moment dat ik het soms iets minder leuk vind. Ja. Omdat ik dan ook moe ben. Dus dan, ja. Maar nooit gedacht om te stoppen, nog niet. Nee. Timo die vraagt, hoe doe je de Robin de Cruijff omloopbal? Ik wil hem heel graag leren. Het komt ten eerste door een hele goede stub. Precies. Die ik heel vaak krijg. Wat mijn tip is, ik vind dus de omloopbal is heel erg leuk, omdat je gewoon kan sprinten. Gewoon rennen. En dan zorg ik altijd voor dat ik met mijn linkerbeen voor me sta. En dan hoef ik alleen nog maar twee passen te doen op het moment dat de set wordt gegeven. Dus rechts, links. Dat was voor mij de beste tip die ik ooit heb gegeven. Omdat je gewoon op elke bal kan timen. Wat vinden jullie van een Engelse coach van It's
It's MDV op Instagram. Ja, ik denk dat wij het inmiddels al een beetje gewend zijn internationaal. Dat wij veel Engels moeten praten. En ja, het went wel. Heel veel volleybaltermen zijn natuurlijk ook in het Engels. Dat scheelt ook wel. Ja, dat is nog wel even wennen met Jamie. Want die spreekt wel heel erg Amerikaans en heel snel. En heel erg binnensmonds ook. Ja, dat... ja. Maar hij heeft geleerd wat langzamer te praten en je raakt er ook wel aan gewend. Ja. Robin, wat is het gekste dat een fan waarom ooit gedaan heeft? Waarom noem je dat Robin? Is dat helemaal niet Robin? Omdat ik het aan jou vraag nu. Oh, oké. Okay. Meteen ruzie. Ja, nou, omdat ik weet dat heel veel fans gekke dingen voor jou hebben gedaan. Krekel. wat is het gekste dat een fan ooit gedaan of gegeven heeft van... HXNNAH op Instagram. En het gekste wat een fan ooit van mij heeft gedaan is denk ik wel die tatoeage op buik gezet te ja, zetten. En een jongen uit Brazilië, een hele superfan, die heeft mijn naam op zijn buik getatoeëerd. Jouw handtekening toch? Maar ja, het is meer mijn naam gewoon. Ja. Het is niet echt mijn handtekening. Ja. Ja. Ja, hier zijn ook nog wat vragen. Oh, ik had een fan die had een videospelletje gemaakt. Dat was een voetbalvideospel, maar hij vond mij heel, nou ja. Hij heeft mijn hoofd op een van de voetbalspelers geplaatst. Dus ik stond samen met Robin van Persie en weet ik het allemaal in een voetbalspel, een videogame te spelen. Zo. Vet cool. Die wil ik ook spelen. Evelien Kleindijk, hebben jullie altijd zin in de training? Nee. Nee, ik denk dat dat hetzelfde is of je zin hebt om naar school te gaan of naar je werk te gaan. Daar heb je ook niet iedere dag zin in. En ja... Maar ik heb wel meestal 99% van de tijd, als ik er geen zin in heb, dat ik uiteindelijk wel weer tevreden of blij weer weg ga van training. Ja. Dat wel, ja, dat wel weer leuk was. Ja, het geeft altijd wel weer voldaan gevoel of zo. Janke Gerritsen vraagt, hebben jullie een vast iets wat je voor iedere wedstrijd doet? Ja, ik luister sowieso altijd wel naar muziek. In de bus, wij hebben meestal een busritje naar de wedstrijd toe. Dan luister ik altijd wel naar muziek. En... Ja, ik ook. En ik heb ook spelletjes op mijn telefoon. Waar ik dan gewoon heel eventjes, gewoon nog niet met de wedstrijd bezig. En, ik heb ja, altijd... dat zie ik jou wel eens doen, ja. Ja, ik heb altijd... Ik zit altijd achterop en in de bus namelijk. Ja. Laat over de schouder mee te kijken. Ja. En ik heb altijd het idee dat mijn hersenen daar snel, daar scherp voor worden. Oh, dat spel moet ik dat ook. Dat weet ik duidelijk niet. Geef mij dat spel. Is dat het spel met je hoofd erin? Ja. Speelt gewoon een eigen spel. Manon Posma, hoe laden jullie je elke keer weer op tijdens toernooien? Er is altijd wel weer wat te winnen natuurlijk. En je leeft je wel echt naartoe. We trainen dan weer een periode en dan leef je wel weer echt naar zo'n toernooi toe. Dus... we hebben ook niet zo vaak van die grote toernooien zoals een EK of zo. En dat zijn wel hele bijzondere toernooien dat we dat mee mogen maken natuurlijk. Ja, nou, en op een gegeven moment merk je natuurlijk wel dat je vermoeid raakt. Misschien na zoveel wedstrijden gespeeld te hebben. Maar daar zijn ook wat trucjes voor zoals activatie van de spieren door massage, ijsmachine of gewoon een koude douche en verder heel veel slapen. Dat, wat dat betreft helpt dat voor mij in ieder geval vaak het beste. Ja, we doen ook niet zoveel anders op een dag dan eten, slapen, trainen, eten, slapen. Oude wijven. Hoe oud waren jullie toen jullie begonnen met volleybal van Meerte Hospers? Ik was 7 toen ik begon met volleyballen. Ja, ik gok het altijd een beetje. Ik weet het niet helemaal precies. Maar dat was... 10, denk ik. 10? Ah. 10. Ben je in Houten begonnen? In Schalkwijk. Ah ja. Schalkwijk, bij Touwes. Veel vragen, leuk. Hoe trainen jullie je sprongkracht van Aniek Tijdeman? Nou, dat is een vraag die mag jij beantwoorden, Romy. Ik... We doen heel veel krachttraining met gewichten. Maar om dat ook om te zetten in snelheid, om ook echt omhoog te komen, moeten dus ook heel vaak dus squats met gewichten zwaar. En daarna dus zonder gewicht bijvoorbeeld op een box springen of zo. Of gewoon al
gewoon droog in de lucht springen, dat werkt ook al. Maar het is in ieder geval het verschil in gewicht dat je omhoog moet meedragen. Dat is goed voor je. Voor je ja, heel vaak springen gewoon. Ja. En biloefeningen. Sprong komt uit de billen. Hoe maak je een goede surf? Nou, dat is een vraag voor jou, Lau. Matanja de Keizer. Hoe maak je een goede surf? Ik denk dat, dat je heel vaak moet oefenen om de bal strak over net te serveren. Wij trainen ook op de training met een elastiek tussen beide antennes. En wij moeten dan onder de elastiek doorserveren. En hoe strakker de surf natuurlijk gaat, hoe moeilijker het is voor de tegenstander. Tenminste, dat is voor floatsurfers zo. Wij doen allebei floatsurfers. Ja. En dat is wel een goede tip ook om zelf te trainen om onder een elastiekje door te serveren. Ja. Saskia Hermans, wat zijn jullie plannen als er ooit een eind aan volleybal komt? Ja, ik zou... ik zou het nog echt niet weten. Ik weet niet of ik iets met volleybal nog zou willen doen als ik zelf met spelen gestopt ben. Omdat we natuurlijk al zo lang zoveel met volleybal hebben gedaan. Maar ik weet niet wat ik wel zou willen doen. Ja. Maar dat, hopelijk is het nog lang niet zo. Ja. Ja, ik heb 2 jaar psychologie gestudeerd, maar dat heb ik niet afgemaakt. En ik wil daar ook niet per se iets in doen of zo. Ik vind het wel heel interessant, maar iets in de marketing, online marketing. Iets in de sport ook wel, dat zou ik nog wel leuk vinden. Maar ik hoop ook nog eventjes door te kunnen volleyballen. Marleen Buitenweg schrijft: wie is de oudste van jullie team? En Maret begint te lachen, want die is bijna de oudste van het team. Nee, Meert Schoot, onze Libo, is oudste van het team. Is net 29 geworden. Maar dat is niet vanaf te zien, hè? Nee, daarom. Nienke Lommers, Robin, hoe is het met je enkel? Goed. Ja, wordt beter. Wat dat betreft, we zijn nu... Het is de 4e dag en ik kan alweer lopen. En ik ben alweer vandaag voor het eerst mee geweest naar de training. En ik heb wat bewegingen... Ja, deze schoenen weer aan vandaag, hè? Ja, ik ging als een speer. En ik heb wat bewegingen gedaan. Het gaat heel goed en hij is verder ook heel sterk. En hij doet eigenlijk ook geen pijn. Er zit alleen vocht in, dus dat moet eruit, want dat beperkt een beetje mijn bewegingen. Het gaat helemaal goed komen. Tips voor een goede surf hebben we net al gegeven. Thomas Lavigne. Wat zou je kiezen? 1 keer goud of 5 keer zilver? Jeetje, die vraag heb ik nog nooit gehad. Ligt er aan op welk toernooi? Ja, je zilver ben je wel altijd de eerste verliezer, hè? Ja, maar... Ik vind ook wel altijd zo heftig of zo. Ja, maar ik vind het toch wel heel... 5 keer zilver, dat betekent wel dat je echt in de top meedoet natuurlijk. Dat je een topteam bent. 1 keer goud. Ja, nou ja, ik zou ervoor tekenen als ik 1 keer goud op de Olympische Spelen zou winnen. Ja, precies. Ja. Maar als ik bijvoorbeeld met de Grand Prix, wat elk jaar is. Ja, als we 5 keer zilver zouden krijgen. En maar 1 keer goud en verder geen medaille. Dan zou ik voor de 5 keer zilver gaan. Ja, ja, dat precies. Esther Verbraak, wat motiveert jullie het meeste? Krekel. Ik hoor een krekel. Wacht, ik ga hem erbij pakken. Motiveert je het meeste? Het is ook echt wel leuk om zoals nu ook wel weer te zien hoeveel mensen er eigenlijk geïnteresseerd in zijn in wat we doen. En om te zien dat het volleybal in Nederland leeft. Dat is sowieso leuk om dat te zien. Voor de rest... is het ook altijd wel weer een uitdaging om jezelf weer te verbeteren en daarin te zien als je ergens in verbetert of dat bepaalde dingen beter gaan, dat is altijd wel weer leuk. Toch? Ja, die vond ik heel mooi, verwoord. Nou, bedankt. Ik ben al steeds op zoek naar de kriegel. Marcel Bruinsma, hoe hebben jullie het behalen van het WK gevierd? Nou, na het WK-kwalificatietoernooi hebben we 4 dagen vrij gehad, toch? 4 dagen vrij hebben we gehad. Dus we hadden toen even de tijd om lekker bij te tanken en bij te komen. Iedereen kon even eigen familie en eigen vrienden weer even zien. Dus, Ik ben naar Brazilië gegaan, naar mijn vriend.
En ja, daar gewoon even fijn, even geen volleybal. En nou ja, zoveel tijd was er ook niet om het echt te vieren, want we wisten ook dat we weer door moesten naar het EK. Ja. Even kijken. Hoe kom ik live in de uitzending? Maar nee, nee, nee. Oh. Nee, nee. Jij kan het hier gewoon gelijk vragen. Marit wil ook een vraag stellen. Ja, hoe kom je zo goed in de blokkering? Die vraag die verwijder ik. Jennifer, zijn jullie altijd al deze positie geweest? Ja, ik wel. Vanaf het begin, gelijk midden. Waarom lach je nou? Denk dat ik niks anders kan. Ja, ik ook. Ik was vroeger altijd de allerkleinste van mijn team. En daarom ben ik spelverdeler geworden. En toen ben ik op een gegeven moment een beetje gegroeid. Toen werd ik gelukkig iets groter. En nou, nu ben ik nog wel redelijk lang in spelverdeler. Maar je hebt wel gebeast, hè? Dus je kan wel alles. Nou, ik kan niet alles. Nou, gewoon nou, de basis misschien. Ik heb nog even gebeast in mijn jonge jaren. Ja, nou best goed, toch? Ja, best oké. Tweede op EK onder 18. En jij? Waarom ben jij midden geworden? Waarschijnlijk omdat ik de langste van het team was. Wat simpel. Echt, hè? Het is toch wel jammer, hè? Dat het gelijk zo op lengte is gelijk het midden. Ja. Ik wou altijd heel graag een diagonaal zijn. Waarom? Ik weet niet. Vond ik heel stoer. Tegenwoordig ben ik heel blij dat ik midden ben. Maar, ja. Hoe lang trainen jullie per dag? Vraag van Milou. Nou, meestal trainen we, als we in Nederland zijn op Papendal, trainen we meestal 2 keer op een dag. We hebben 's ochtends baltraining, meer techniektraining, 1 uur, 1,5 uur en dan nog 1 uur krachttraining. Daarna hebben we even lunchpauze en tijd voor een slaapje. En als we middags doen, we meestal nog 3 uur teamtraining. Ja, dus, nou, ja, dus 5,5 uur op een dag. 5,5 uur per dag, ja. Wat zijn we jezelf net hebben gedaan? Ja. Of heb je nog iets? Yeah, Diego wants to marry with us both. Oké. She says oké. Christel Brouwer, hoe laat is ze nu bij jullie? Hoe laat is het nu bij ons? Het is 19 over 9. 'S Avonds, 2 uurtjes later dan in Nederland. Ja. Ja. Helma Katbruinslot, wie was vroeger jullie voorbeeld? Ja, vooral niet Marit Godhuis. Sorry, Marit Balkenstein Godhuis. En ja. Oh, ik weet nog dat ik een wedstrijd van Nederlands. Ik had nooit echt een voorbeeld. Ik weigerde om echt een idool te hebben. Maar ik weet nog wel dat ik een keer een wedstrijd van het Nederlands team heb gezien. En dat Ingrid Visser toen iemand afblokkeerde met 1 hand. Gewoon zo. Hop. Zo bam. En dat vond ik wel echt heel stoer. Heel cool. Ja. Ja, die was ook echt van heel goed. Voor mij was het altijd Riet Verdeers. Die kwam ook bij mij uit de regio. En ja, die vond ik altijd heel goed. Nou, bijnamen, dat is leuk. Ja, ja. Jorin ja. Wissels. Dat kwam er vloeiend uit. Gewoon heel snel zeggen. Die vraagt, hebben jullie bijnamen voor elkaar? Zo ja, welke en bij wie? Nou, Balkie. Dat is Marit. Huh? Of Poesbalk. En dan ben ik Poesdijk. Ja, ik ben geen Poes. Wat is jouw bijnaam eigenlijk? Rob. Ja, Rob. Celeste is Bobina. Bobina. Van de Bob Marley, maar dan de vrouwelijke versie. En Kist Knip noemen we eigenlijk alleen maar Knip. Of Knippie. Ja, ik noem Celeste ook echt standaard plak. Plak, ja. Plak. Ja. In Italië werd Celeste altijd Choppy genoemd, hè? Ja. Choppy. Maar dat kwam van Freya. Ja. Ja, hebben we nog meer echte bijnamen? Ja, Sloetjes, zoals Lonneke noemen we dan Sloet. Anne, ja. Annie, weet je. Zo ja, een ook niet heel creatief of zo. We zijn niet heel creatief, nee. Alleen jullie twee op de kamer, ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Hè? Ja, wij zijn Poes en Poes. Poes en Poes. Ilse Gort, wordt dat vintage shirt nog verloopt? Zou het graag aan een vriendin willen geven die jullie al 2 keer heeft ontmoet en echt verdient? Nou, dat weet ik echt niet.
Nee, je houdt de website in de gaten. Toch? Ja. Ja, ik weet het niet eigenlijk. Ja, ik heb hem ook niet meer volgens mij. Ik heb hem ook niet meer. Nou, leuk. Tommy, kiss back to Argentina. Ja, en leuk, Katelijne, dat je het leuk vindt. We hebben het ook wel, ja. Het ook wel gezellig om te doen. Het is wel een beetje ongemakkelijk. Vind je? Ja, en met jou vind ik alles ongemakkelijk. Lucia, is het fijner als ik mijn vraag van Instagram hier vraag? Ja, ja, vinden we fijner. Misschien wel, ja. Leuke make-up, Robin. Ga ik ook een keer zonder make-up. Dat is een natural beauty. Hallo. Hallo. Corina de Jager, wat doen jullie het liefst in jullie vrije tijd? Nou, als het mooi weer is, dan ga ik het liefst lekker door Amsterdam lopen, langs de grachten, op het terrasje zitten, een theetje drinken. Oh. Ja, gewoon lekker op het terras zitten, mensen kijken, een beetje winkelen. Heerlijk. Dat vind ik heel leuk. En met vrienden, familie afspreken. Ik vind het leuk om naar de bioscoop te gaan. Te tennissen. Ik vind het leuk om in mijn vrije tijd ook te tennissen. Ja. Ja. Onze Maria. Maria Sharapova. Nee, ik heb precies hetzelfde. Ik kan er ook echt van, ja, Amsterdam of maar Utrecht ook. Ik vind het zo heerlijk om mensen te kijken. En gewoon om helemaal niks te hoeven doen. En gewoon te zitten en te gaan naar... Ja, van zonnetje heerlijk. Te genieten. En je omloopbaan hebben we net over gehad. Wat eten jullie voor een wedstrijd? Ja, wat eet jij voor een wedstrijd? Ja, het ligt er een beetje aan hoe laat we spelen. Ik hou er normaal gesproken niet van om echt heel zwaar te eten. Dat is dan vaak een broodje of zo. Maar als we wel echt heel laat spelen en ja, je weet niet wanneer je weer te eten krijgt. Oh, dat klinkt heel triest. dan vaak toch iets van pasta of zo. Ja, ik doe bij de club altijd, spelen meestal om 6 uur of zo. Dan doe ik meestal havermoutpap of zo. Oh, dat heel lekker met fruit erin en zo. Maar dat is ook wel lekker als je gewoon thuis gewoon je eigen eten kan maken. Ja, ja. En hier inderdaad, als mijn Nederlands team op zijn, wordt dan vaak iets van pasta of zo. Ja. Ja. Wout, Mrs. Boeg, Olympisch goud moet erin zitten, dames. Jullie ontwikkeling is echt geweldig om te zien. Nou, lief. Oh. Zouden jullie workshops willen geven, Corina de Jager? Workshops? Ja, we geven wel eens clinics. Ja. Dat is een soort van workshop, denk ik. Ja. Ja, maar dat doen we dus al. Ja. Robin, we saw that you have dance funk with Anna Buys. And Bruce and so dance some funk music with all the team. If you have a deal? Well, I'm going to put my ankle card in here. Yeah. That we cannot do that with my ankle. I cannot make the moves yet. First she has to move normal. Egbert Haven, hoe ga je ermee om als het even niet lukt? En hoe krijg je jezelf daar weer uit? Ja. Wij proberen altijd wel bal voor bal te denken, zeg maar. Als het dan één bal niet gaat, ook al zit het even tegen, weet je, er komt altijd weer een nieuwe actie waarin je het misschien weer beter kan doen. Ja, maar ik vind het ook wel heel fijn aan een teamsport, dat je het ook niet alleen hoeft te doen. Dat je elkaar kunt helpen om er even uit te komen. En ik denk dat wij hier bij het Nationaal Team kennen elkaar zo goed, dat we ondertussen ook wel redelijk goed kunnen zien in wat voor een toestand iemand is en wat werkt voor die persoon. Ja. Ik ben, voor mij werkt het dus om boos te worden. Dus ja. Ja, daar ben jij heel agressief van. Ja. Dan spring je ook meteen een halve meter hoog. Ja, maar het is niet dat jullie me trouwens boos maken hoor. Maar... Nee. Nou, goed verhaal. Ja, nee, maar ik snap wat je bedoelt. Jens, liebe Grüße. Liebe Grüße Trok. Hallo Dresden. Les mando un saludo desde Chile. Dat is mooi. Ik denk dat hij de groetjes uit Chile doet. Dat denk ik ook. Ja, lekker internationaal. Saludo. Kan je wat in Thais terug zeggen dan tegen deze meneer? Ik ga niet eens proberen, want ik weer mensen beledig. Hoe oud waren jullie toen je op Papendal kwam? Wij hebben nooit echt intern gezeten, of tenminste, wij hebben niet in het talentteam op Papendal gezeten. Dus wij zijn toen we al bij het nationaal team zaten.
trainen we eerst in Almere. En toen zijn wij, is onze thuisbasis van het nationaal team is veranderd naar Papendal. En dat was, nou ja, een aantal jaar geleden. Ja. Dus, ja. Welke schoenmaat hebben jullie? Vraag van Milou. Normale schoenen heb ik 43. Ja, sportschoen. Ga je daar ruiken? Ja, nou, die is hartstikke nieuw. Die zijn nog helemaal goed. Oh, dit zijn jouwe. Ja! Ik denk al. Je mag hem best aan ruiken, hoor. Het is 44,5. Ja, ik heb maat 40,5. Ja, je hebt de perfecte voetjes, hè? Nou. Maar ja, ik had ook geen kleinere maat moeten hebben, want dan zou ik omvallen. Maar... Ja. Hi, donkel. Hebben jullie een huisdier? Nou, Lau? Wij hebben thuis een poes. En die heet Poes. P-U-S-Z. Poes. Die is een keertje aankomen lopen. En daarom hebben die geen naam gegeven. En toen werd het mijn poes. Hij is daarmee weggelopen. Ja, hij is daarmee weggelopen. Ja, die hebben we nog steeds. Als op 12 jaar. Ja. Wat is jullie leukste eigenschap van elkaar? Vraag van Meerte Hospers. Zo. Ja, ik vind jou wel heel grappig altijd. Jij bent heel droog. Ja, ja, ik vind mezelf soms ook heel irritant. Maar, en ik vind jou ook heel grappig. Ik denk dat we allebei wel heel droog kunnen zijn. En we hebben ook wel een beetje zo... wij kunnen dingen heel goed voor ons zien. Dus, inbeelden. Ja, dus dat er opeens... beeldende fantasieën. Ja, precies. Dus dat je dan opeens helemaal in je eigen wereld zit en alleen begint te lachen. Het is ook wel grappig. Wij hebben soms ook wel eens dan... Sommige mensen zeggen heel druk maken om dingen. En dan zitten wij dan bij van... Rustig. Maar ik vind ook wel een goede eigenschap van jou. Jij kan heel goed... zo, wat zijn we nu echt... Toen even een boekje open hier, hoor. Ja, zo. Wow. Schrik ervan. Maar ik vind dat jij... heel goed kan luisteren en heel sociaal bent daarin. Daarom, ik vond psychologie vond ik altijd heel goed bij jou passen, want mensen komen ook echt met alles bij jou aan. Mm. En, nou, dan stoppen we hiermee nu. Ja, dus mensen, volgende je vraag. Weet me te vinden. Stefan Dekker. Hi. Wat is jullie favoriete sport na volleybal? Om te doen, tennis. Ja. Ja, ik denk ook tennis. Om ik zeggen, ik heb het 1 keer gedaan en ik was niet heel erg goed. Maar ik vond het wel heel erg leuk. Kunnen oefenen. Ja, ik heb echt 7 jaar op tennis nog echt gezeten. Op tennis en volleybal. En toen uiteindelijk voor volleybal gekozen. Dank hem, Jens. Jullie hebben wel een beetje beantwoord, de opleiding en zo. Huh. Michel, wat vonden jullie van de prestaties van het Nederlands vrouwenvoetbalteam? Ja. Super, toch? Ja. Ja, gaaf. Het is echt leuk om te zien dat alle vrouwelijke sporters het heel goed doen in Nederland. Yes. Hoe ver ben je inmiddels met het kijken van Zoet? Nou? Hij kon nog niet downloaden hier. Oeh. Hier ook niet? Nee, hij is nog niet af. Dus ik moet nog steeds eerst kijken van het nieuwe seizoen. Hey Fem. Hoi Femke. Femi. Sorry. Zo. Zo. Heel kort even. Trouwens, het leuk vinden volgend jaar 3 november 2018. 3 november, jongens. Het 50 jaar jubileumfeest komen vieren. Als je kunt dan natuurlijk. Ja, als ik zou kunnen, zou ik dat natuurlijk heel leuk vinden. Maar, dan moeten we dat tegen die tijd natuurlijk eventjes bekijken. En Robin, wat is jouw favoriete dans? Mijn favoriete dans? Ik heb niet echt een favoriete dans. Ik doe vooral heel veel moderne dans. Improvisatie. En mijn eigen dans. Nu zijn we het kwijt. Nee, daar. Ik was even met de... Nee. Nee. Jij hebt het helemaal verpest. Sorry, ik zat even Robin een mooie wolvenfilter op te doen. Hey, Roberto. Wat is jullie favoriete kleur? Van Jeanette. Groetjes, Davy. Waarom zijn we nu opeens zo donker in beeld? Ja, sorry. Ik zou je even de spotlight geven. Okay. Wat is je favoriete kleur?
Rood. Mijne denk ik toch echt roze. Ja? Ja, ik vind mijn hart roze, van het neonroze, vind ik heel mooi. Ja, ja, ja. Maar daar heb je ook wel wat leuke kleren van. Ja, vind ik echt leuk. Neonroze. Robin, of je nog na hebt gedacht over korfbal, Anne Loeven? Dat heb ik nooit, ja. Nou, misschien wel. Dat, ja. Ik denk dat het misschien wel zou kunnen. Nou, we gaan nog even een paar vragen doen. Lucia Roos, hoe is de kamerindeling ontstaan? Zo. Het is eigenlijk wel een beetje spontaan ontstaan. Maar ja. Het is wel, heeft wel helemaal goed uitgepakt. Ja. Maar ja. Ja, het is, we hebben inderdaad ook al heel lang een beetje nu dezelfde roomies en zo. En dan af en toe gaat iemand niet mee naar het toernooi. En dan, ja, degene die dan daarvoor meegaat, die gaat toch op die plek, zeg maar. Het is niet echt dat het... Iedere keer wisselen, ze hebben best wel vaste kamerindeling. Ja, het ooit ook is ontstaan dat de aanvoerster heeft gekeken zo, en de coach heeft gekeken van wat zou passen, de combinatie. En, ja. Nou, hier nog vragen, hebben jullie vaste roomies? Maar dat hebben we dus ook een beetje. Ja, vaste roomies, ja. En jij ligt bij Celeste natuurlijk. Ja. Ja. Veel succes van Barbara Brink, dankjewel. Iels Gort, hey meiden, nog tips van een achteroverzet? Nou, dat is voor jou. Hoezo? Nee. Ja, wat ik van Jamie, van onze coach, dat ik krijg, goed nawijzen. Dus met je vingers altijd helemaal goed zo mooi uitstrikken. Goed mooi. Nawijzen. Ja. Hebben jullie trouwens al de pinken van haar gezien? Dat is namelijk een hele speciale pink. Nee, vind iedereen heel bijzonder. Als ik me aanspaar, gaat die... Het is bijna een hoek van 90 graden. Mooi blok uit. Merel, hoe kan je een clinic krijgen? Want ik zit in een superleuk team. Dus ik zou super gaaf vinden om een clinic voor je te krijgen. Ja, ik denk dan contact met Nivobo. Ja, of ik denk bij ons op Volleybaldames een bericht sturen. Precies. Op de Facebookpagina van de Volleybaldames. Hoi Meerte, leuk dat je meekijkt. Kunnen jullie elkaar weer naar Haren vliegen na een paar weken met elkaar 24 uur? Van Mitchell de Koning. Nou, we vliegen elkaar nooit achter de haren in. Nee, niet elkaar in de haren vliegen, maar wel op een gegeven moment dat iedereen gewoon iets meer op zichzelf is. Ja. En in de bus dat we iets meer gewoon muziek in onze oren hebben in plaats van allemaal sociaal. Het is ook wel zo dat de meiden die een relatie hebben, die zien zeg maar hun kamergenoot vaker dan echt hun vriendjes of zo. Dus dat is wel... Nou, zullen we nog twee vragen doen? Dan zit de tijd er weer op. We gaan even scrollen en dan doe ik hem op stop en dan doen we die vraag. Dan? Succes meiden. Oh. Nou, dat is heel lief. Nee, dat zijn allemaal dezelfde vragen. Janke van der Kraas. Stonken jullie volleybalschoenen vorig jaar ook erger dan normaal? We merkten dit bij meerdere teamgenoten hier in Nederland. Nee. Vreemd. Nee, daar hebben wij geen last van gehad. Drinken jullie wel goed? Nog genoeg water blijven drinken. Nee. Ammoniak is niet goed, hè? Nou, eentje. De vraag die nu binnenkomt, gaan we beantwoorden, oké? Okay? Komt geen vraag meer. Oh ja, hier. Dit is de laatste vraag. Dat is een hooi. Nee, hier. Is Jamie Morrison een leuk coach? Ja. Van Jens. Oh. Staat er aan. Zo. Dit is de laatste vraag die we gaan beantwoorden. Ja. Maar, ik vind... Ja, ja. Ja, zeg jij maar. Ja. Nou, ik vind het heel fijn dat hij heel geduldig is. Hij geeft de tijd en de kans om fouten te maken. En dat is wat er sowieso gebeurt als je iets nieuws wil aanleren. Dus ik denk, dat heeft mij in ieder geval met een aantal dingen echt wel heel veel vertrouwen gegeven. En dat ik ook aan dingen heb kunnen werken. Omdat ik de mogelijkheid of de vrijheid had om ook gewoon fouten te maken. Zonder dat hij daar boos om werd of wat dan ook. Ja, ja, ik vind hem ook, hij is super relaxed daarin. Ja. Ja. Ja, echt een aardige gast ook. Ja. Het is ook belangrijk dat
Het is ook echt gewoon een menselijke gast, toch? Ja, ja, zeker. Ja. Meneer, sorry. Meneer. Ja. Gast. Nou, was dat hem dan? Ja. Nou, superleuk. Bedankt voor al jullie leuke vragen. Ja. En sorry als er vragen zijn geweest die we niet hebben beantwoord. We komen er vast nog een keertje op terug. Ja. Ja. En hou deze leuke schoen in de gaten. Wij zijn helemaal fan ervan. Wat staat er trouwens allemaal op, hè? Ja, dat staat echt hier aan de voorkant. Hier. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. En... Amsterdam loves you. Ja, super vet. Jongens, fijne avond in Nederland. Doei! Ik ben gaan slapen. Doei! Doei!